Nou ja, je denkt wel van, oh mijn god, dit wordt sowieso honderden miljoenen keren bekeken. En toen dacht ik, nou, acteren is niks voor mij. Ik moet echt geen actrice meer worden. Oh wauw, ook gewoon dat. Ja. Je hebt mensen die wat echt over liefde rappen en zo en zingen. Ja. En ik heb 3% meer pijn. Ik ben meer mijn hart een stuk. Snap je wat ik bedoel? Twee seksscènes. Dan begin je weer, je stapt weer het acteren in en wat krijg je? Hey, Bo. Porno. Maar het moet gewoon niet te veel of te vaak, want dan krijg je ook weer zo... Oh ja, dat is Bo met tieten. Wauw, wat fantastisch dat je er weer bent, hier bij Club Hub. En vandaag met Social Secrets. Dat doen we omdat we de woensdag willen vieren. En dat doen we met hele leuke gasten. Vandaag heb ik er twee, het zijn allebei chicks. De allereerste komt bij mij Social Secrets doen en ze heet Bo Maarten. Deze stralende actrice kan je kennen uit de film Wolf, waarin ze de rol van Tessa speelde. Niet alleen acteren, maar ook modellenwerk gaat haar goed af. Zo heb je haar kunnen bewonderen in een shoot van JFK. Vandaag is ze gezellig bij ons te gast in Club Up. Laat je horen voor Bo Maarten. Yay! Bo. Hoi. Wat leuk dat je er bent. Ja, leuk om hier te zijn. Welkom hier bij Social Secrets, waar we eigenlijk gewoon een beetje jouw social media hebben afgezocht. Ja. Hebben bekeken wat er allemaal te vinden is over jou. En dan gaan we gewoon lekker over lullen. Oké, nou top. Ben je daar klaar voor? Ja. Oh. dat vind ik toch mooi. Hoe gaat het met je? Laten we daarmee beginnen. Met mij gaat het goed op het moment. Ja. Ja, zeker. Gewoon helemaal chill in je... Zeker, een beetje goede afwisseling van vakantie en dan weer veel werken. Dan weer vakantie, veel werken. Dat is eigenlijk ideaal, vind ik. Dus op zich wel, toch? Ja. Waar veel mensen jou van kennen, we zagen het ook al eventjes in het introfilmpje, is natuurlijk Timbuktu. Chill. Nou, jongens, wat vinden jullie ervan? Van de makers van Afblijven naar de boeken van Carrie Sleur. Met Jules. Kate Isa. Ja. Dit moet als een behoorlijke throwback voelen. Ja, dit is heel heftig. Je was toen je dit opnam 14 jaar oud? Ja, toen was ik 14. Ja. Hoe is het om zo jong al deze wereld in te stappen? Ik vond het toen echt fantastisch, want dit was ook de eerste film die ik deed. En we gingen naar Frankrijk een maand lang met allemaal andere pubers. Dat klinkt zo stom, pubers, maar ik was een van de jongsten. We waren echt met een groep van 8 of 10. Bijna een soort van kamp. En het was echt en dan zonder ouders, dus het was, we deden ook allemaal stiekem dingen. Ik weet niet, ik had er gewoon zo'n goede herinnering aan. En ik weet nog dat ik op de set was en dat ik echt dacht, wow, deze wereld bestaat ook. En al deze mensen die hier werken op de set. En, toen echt helemaal een soort van magisch. Ja. En niet alleen dat, want op een gegeven moment kwam daar ook Wolf. Hey, dit is alweer een stukje donkerder. Het is wel een stuk volwassener. Ja, precies. Ja. Dit was best wel een keerpunt ook. Voor jou, neem ik aan. Ik had vlak voordat ik Wolf ging doen, ik zat in Maastricht. Ja. Ik was 17 toen ik daar begon op de toneelacademie. Maar ik zat daar en ik was totaal niet op mijn plek. Ik voelde me helemaal niet chill daar. Dus gewoon qua toneel of gewoon de school? Ja, ik vond de school, het is heel intens. Want je zit echt je maakt hele lange dagen. Je hebt eigenlijk geen tijd meer voor een eigen leven. Dat is ook wel het doel van die school. Right. Ja. En ik vond dat op die leeftijd echt eigenlijk te heftig. Dus hoe oud was je toen? Ik was 17. Ik was gelijk zo na mijn eindexamen erheen gegaan. Dus toen ben ik na iets meer dan een jaar heb ik toch besloten om te stoppen. En toen dacht ik, acteren is niks voor mij. Ik moet echt geen actrice meer worden. Oh wauw, ook gewoon dat. Ja, en toen ben ik gaan werken en op reis gaan. Toen kwam ik terug. En toen werd ik dus gebeld voor die auditie voor Wolf. Ja. En toen dacht ik eerst van... Oh nee, maar ik durf niet, want ik heb al bijna een jaar niet gespeeld. En dadelijk kan ik het helemaal niet meer. Maar toen zeiden vrienden van mij, Bo, als je nu niet gaat, dan durf je nooit meer. Dus ga. En toen ging ik. En toen, die auditie vond ik al super tof met de regisseur Jim Tohutu. En met Marwan, met de tegenspeler. En toen kreeg ik ook nog de rol. Toen heb ik me helemaal... Daarom was het een keerpunt, omdat ik toen echt dacht van... Oh my god, oké, ik vind acteren nog steeds wel echt het leukste wat er is. Alleen de toneelacademie is niks voor mij. Je moest gewoon weer eventjes meemaken. Ik moest gewoon weer een leuk project meemaken om een soort van de liefde te herontdekken. Ja. En dat heb ik met de Wolf wel echt gehad. En wat voor een project? Je moest ook op best wel jonge leeftijd een naaktscène spelen. Ja, twee seksscènes. Hoe is dat? Dan begin je weer, je stapt weer het acteren in en wat krijg je? Hey, Bo! Porno. Twee seksscènes, let's go. Ja. Hoe is zo'n set? Ja, het
de reden dat ik het... dat ik er überhaupt ja op heb gezegd, is omdat ik de film zo tof vond en de script heel origineel. Ja. Dat is denk ik ook wel een van... dat je niet zomaar op alle seksscènes maar ja moet zeggen. Dat lijkt me verstandig. Ja. Maar het is heel awkward, want ik kan me nog herinneren dat ik soort van dan boven op Chico zat en dat Jim, dan de regisseur, zo tegen me zei, ja, moet wel iets, niet zo amateuristisch of zo. En ik zo, wat? Shit, dat is helemaal dit verkeerd. Doe ik al heel mee. Ja, precies. Dus, en ik was echt 19. Ja. Misschien was ik toen net 20. En hun waren allemaal 10 jaar ouder. Dus je voelt je ook een beetje een soort van broekie. Newbie. Ja, maar het is niet, het maakt me niet belachelijk of zo. Nee, maar okay. Het is heel awkward. En het is, nee, het is niet alsof je denkt, nou laten we dit even voortzetten thuis of zo. Nee, precies. Helemaal niet. En dan heb je die scène gefilmd. En dan komt ook het moment dat er een première van is. En dat je gaat kijken naar jouw eigen film. Met al je vrienden, familie, collega's. Nou, ik weet, mijn ouders zaten toen in de zaal. En mijn vriend, niet, ja. Die ik toen had, want dit is alweer een tijdje geleden. Die zat echt naast me. Ja. Oh, shit. Dus toen dacht ik wel, toen heb ik hem eigenlijk tijdens die seks en heb ik hem niet echt aangekeken. Gewoon straight face vooruit. Maar ik had hem natuurlijk wel gewaarschuwd. En mijn ouders, ja. Die waren eigenlijk alleen maar zo van, oh, boos, we zijn er trots op. Ja, die mijn vader is ook acteur, dus die, okay. Die is wel wat gewend ook qua dat soort dingen. Die snapt het. Dus dat viel op zich nog wel mee. Ja, dan is het al opgenomen, dan is het helemaal prima, joh. Ja. Ja. Dan maakt het ook niet meer uit. Nee, dan is het al gebeurd. Ja. Wat natuurlijk ook gebeurt in de filmwereld, dat is altijd mijn lievelingsstukje, zijn bloopers. Ja. En daar hebben we hele mooie van gevonden, van Ron Goossens. Oh, echt? Ja. Oh, wow, dan ben ik heel benieuwd. Oh. Ik weet niet of ik dit ooit heb gezien, joh. Babykak. En dit deed hij expres allemaal. Sorry. Hoe moeilijk is het om in zo'n scène een straight face te houden? Nou, zeker met Tim. Ja. Tim Haars, die is gewoon... Nou, die heeft zijn lach echt aan zijn broek hangen gewoon. En in deze film speelde die... Ja, al zo'n belachelijk type eigenlijk. Dat eigenlijk elke scène ik al heel erg moest lachen. En dan gaat hij ook nog eens om... Want kijk, dit zijn allemaal shots dan op mij. Dus dan kan hij zeggen wat hij wil... Maakt niet uit. Want, ja. Dus, en op een gegeven moment wordt het dan natuurlijk soms ook een spelletje, niet altijd natuurlijk. Dus maar dat is het leuke van het maken van een comedy. Dan is er ook wel wat ruimte om tussendoor een beetje te lachen. En dan... Ja. Heb je een truc? Zo van als je weet, oké, ik moet een scène spelen met Tim. Hij gaat mij sowieso proberen nou, te pakken. Het enige wat je echt niet moet denken is, ik mag niet lachen. Want dan ga je sowieso lachen. Dus eigenlijk moet je een soort van... Jezelf vrij spel geven van maakt niet uit wat er gebeurt, want dan komt het meestal wel goed. Want dan kan je een soort van wel in concentratie komen. Maar als je denkt, ik mag echt niet lachen, dan weet je net zoals ja, in de klas. Ja, in de klas. Als je in de klas en dan krijg je de slap, dan krijg je juist slap. Jullie waren van iedereen stil. En ja, precies. Klein geluidje, iedereen stuk. Ja, precies. Ja. Je doet niet alleen acteren, je hebt ook wat modellenwerk gedaan. Je bent ook door FHM in 2017 als één na mooiste vrouw van Nederland genoemd. Dat is ook zoiets. Nou, jij bent de één na mooiste vrouw. Ja, dat het dan nu nog een keer herhaald wordt. Ja. Bijna. Nee. Ja, inderdaad. Dat is zo close. Ja. Maar toch niet helemaal. Ja. Maar in principe ben je er niet heel veel verder mee gegaan met het modellenwerk. Waarom is dat? Nou ja, niet per se met hele sexy shoots. Niet dat ik er iets tegen heb, hoor. Ik denk, kan best wel nog een keer gebeuren. Mm-hmm. Maar ik doe nu wel nog steeds wel een beetje modellenwerk en dan een paar dingetjes per jaar, want het is soms nog wel heel leuk om met een team iets moois te maken. En als actrice heb je natuurlijk tussendoor ook wel eens tijd om wat anders te doen. Dus, maar meer bewust dat meer sexy, niet meer? Ik denk dat er echt nog wel ooit een keer een sexy shoot komt, daar niet van. Maar het moet gewoon niet te veel of te vaak, want dan krijg je ook weer zo... Oh ja, dat is boom en tieten, weet je, ja. Ja, dat had ik na Wolf sowieso wel, omdat je dan toch naakt bent geweest. Ja. En dat ook, je merkt dat het castingbureau, je gaat bellen voor een bepaald soort rollen. En dat je dan dat op een gegeven moment gaat voelen. Ja, ja, dat je denkt van, oh nee, ik moet echt expres heel even weer wat anders laten zien. Want anders een klein beetje terwijl je zelf houden. Wel trots bent op, ja, hallo, dit ben ik. Ja, natuurlijk. Nee, je moet er wel een beetje helaas rekening mee houden, hoe andere mensen jou zien. Nog iets anders waar jij mooi hebt geshined, zagen we op het internet voorbij komen. Een hele leuke clip. Oh, Martin Garrix. Ja, dit is toch wel tof. Ja. Het knappe meisje in de clip van Martin Garrix en David Guetta. Zo, het videoclipmeisje is wel best wel leuk om te doen.
Hoe is dit tot stand gekomen? Ik kende de jongen die dit... Nou, eigenlijk ja, de jongen die dit regisseerde. Ja. Die had ik een keer ontmoet. En dit is ook een hele goede vriend van Martin Garrix. En die ging altijd met hem mee op reis om een soort van zijn tours backstage beelden te maken. Oh ja. En zo, ja. Maar dan op een hele vette manier. En nu mocht hij dus voor het eerst een videoclip doen voor hem, voor Martijn. Echt? En toen had hij eigenlijk mij gebeld om langs te komen om ja, te testen. Wel nog een soort van auditie van tevoren. Ja. En toen was ik het geworden. Dus dat is super tof. En toen gingen we 3 dagen gingen we dat shooten. En toen kwam Martijn ook nog langs. En uiteindelijk, want dat, hij heeft natuurlijk zo'n super druk tourschema. Dus ja. Ze weten nooit wanneer hij dan wel of niet in Amsterdam is. Nou, toen was hij er wel. En toen uiteindelijk is hij ook nog in de clip gekomen. Was echt van, nou ja, oké, we zitten hier wel in. En dan, je bent er dan toch. Ja, ja. Maar kom het is wel je eigen clip in. Bizar, omdat je dan weet van, ja, dit nummer gaat zo vaak bekeken en geluisterd worden. Zoveel mensen gaan het zien, dus dat maakt het wel heel bijzonder. Dat is toch weer een soort van nieuwe stap of zo. Nou ja, je denkt wel van, oh mijn god, dit wordt sowieso honderden miljoenen keren bekeken. Ja, bizar. Dat is echt. Zoveel mensen hebben jou gezien. Ja, dat is niet voor mij natuurlijk, dat is voor nummer. Nee, maar toch. Maar toch. Zien ze, ja, ja, dus dat is wel heel vet. Ja, het is wel heel vet, ja, zeker. Jij doet echt een heleboel. Iets nieuws is presenteren. Ja. Ja! Want jij gaat presenteren voor Slam. Ja, ik ga presenteren voor Slam. Wat ga je doen? Ja, dat kan ik nog niet zeggen, want we zijn er nog heel... Ja, het is echt nog in de kinderschoenen. Ja, het is heel saai. Het is echt heel saai. We gaan wel... Ja, de eerste serie worden wel interviewachtige setting, maar ik mag verder nog niks zeggen. Interviewachtige dingen voor Slam met artiesten... Ook. Ja, ik kan echt niet zoveel... Nee, ik kan echt nog niet zoveel kwijt, sorry. Aha. Maar ik heb er wel super veel zin in. Ja? Ja? Ja, want het is... Is presenteren ook weer een soort van nieuwe stap waarvan je denkt, ik heb wil het nog ik meer gaan doen? Ik heb het nog nooit gedaan, maar zij hebben... Ja, dat is best wel doof. Zij hebben het vertrouwen in mij. Weet je, ik heb een supergoeie klik met het team. Ja. Dus ik heb echt iets van, oké, let's go. We gaan het gewoon doen. Ja, heel veel zin in. Dat is best slim. We zullen nog wel zien wat daar gaat gebeuren. Ja, denk ik ook. Bo, thanks dat we eventjes je social secrets door mochten. Ja. Maar ik zei het net al, we hebben niet maar één gast vandaag. We hebben er 2. En de tweede is Delisa. Waarom? Waarom is de vraag die in mijn hoofd blijft spelen? Waarom heb ik mij nou door jou laten stelen? Waarom was ik zo smal verliefd dat ik niet op kon geven? Delisa, want je hebt me eventjes goed verbeterd. Ik zei Delisa, maar het is gewoon Delisa. Yeah. Mooie naam. Dankjewel. We hoorden net een stukje van je nummergevoel. Mm-hmm. Zagen ook de videoclip bij. Dit gaat over liefdesverdriet. Ja. Schrijf je uit je eigen ervaring? Komt het uit je eigen leven? Ja. Het is allemaal wat ik heb meegemaakt dat ik dan verdeel met mijn fans. En is dit, doe je dit sowieso? Komt alles wat je schrijft in principe uit je... Ja, eigenlijk, merendeels wel, ja. 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 Je vader die heeft een eigen platenlabel. Ja. Hoe heeft jou dit geholpen in jouw carrière? Nou, hij heeft me gewoon vanaf het begin al dat hij is begonnen altijd wel meegenomen naar alles. Mm-hmm. Naar clipshoots, studiosessies, van alles. Het is gewoon al heel vroeg leren. Ja, het is gewoon heel vroeg leren, ja. En waarvan denk je, dit was echt een moment waarvan ik dacht, als ik mijn vader niet had, had ik dit waarschijnlijk niet meegemaakt. Heel veel. Ik had ook gewoon echt een break-out, dat ik gewoon even niks meer kon. Even. Mm-hmm. Ik even stilstond en hij ging me gewoon echt pushen van, nee, kom gewoon mee, je hoeft niks te doen. Ja. Kom gewoon mee, kijken, voelen en zo. En als ik hem op dat moment gewoon niet had, dan had ik echt, wat zat ik hier misschien niet eens? Want kijk. Ik had echt een break-out van, er komt gewoon niks meer uit me. En nu weer wel. Ja, nu weer dat is heel goed. Het eerste deel van jouw EP, dagboek EP, is uitgekomen. Op wat voor manier gaan mensen je leren kennen in deze EP? Je hebt mensen die wat echt over liefde rappen en zo en zingen. Ja. En ik represent meer pijn dan ik ben verliefd. Ik ben meer mijn hart een stuk. Snap je wat ik bedoel? Damn. Ja. Je hart een stuk, dat is wel diepe, dat zijn diepe dingen, ja, man. Ja, mijn hart is echt. En je bent ook momenteel bezig met tracks aan het maken. Ja, ja. Onder andere met Cho en Equals. Ja. Gisteren hebben we gezeten. En... we hebben het gewoon afgemaakt en het gaat echt, ik heb een klein trek stukje, is af. Ja, je trek is af, ja. Ik heb een klein stukje wel gezet op mijn verhaal. Kijk. Maar dat is alles, dat mag ik meer dan dat mag ik niet zeggen. Wanneer komt het uit? Ik hoop deze maand nog. Deze maand nog. Ik hoop het. We gaan het zien. Je bent nu nog opkomend talent. Mm-hmm. Wat zijn de grote dromen? Ziggo Dome. Ziggo Dome. I need a Ziggo Dome. Yeah. Solo show gewoon? Ja, solo. Helemaal alleen. Je gaat ook gewoon gelijk voor een van de grootste zalen van heel Nederland. Ja. Yeah. Dus we gaan je volgen. Yeah. Zorg ervoor dat je Delisa sowieso checkt.
op al de andere socials. Yeah. En dan wil ik jou heel erg bedanken, wil ik Bo heel erg bedanken en dan wil ik jullie die kijken heel erg bedanken voor het kijken naar deze nieuwe aflevering. Wil je meer zien van Club Hub? We hebben een heel kanaal vol met allemaal andere leuke dingen. Dus check dat vooral, abonneer, like deze video en dan zien we je bij de volgende. Dag hoor!